Zo ongeveer gaat dat met warm weer. Een verkoelende duik met een kick vooraf. Ondanks alle waarschuwingen blijft het brugspringen kennelijk trekken. Gisteravond dus ging het om twee mannen. Waarbij een van de twee de sprong dus met de dood moest bekopen. Nou, de andere jongeman wist gelukkig zichzelf in veiligheid te brengen. En hij heeft direct 112 gebeld. Daarop is zowel politie, brandweer, Rijkswaterstaat, reddingsbrigade, traumahelikopter. Die zijn allemaal uitgerukt in verband met een grote zoekactie. En de persoon die werd aangetroffen eigenlijk op dezelfde plek als waar die is gesprongen, op de bodem. Waarop hij in kritieke toestand aan boord is geholpen van een van de schepen van Rijkswaterstaat. Daar is hij enkele minuten nog gereanimeerd, maar helaas is hij overleden. Ook ProRail is extra gespitst op brugspringers, want los van het gevaar voor de springers zelf hebben ongelukken nog andere gevolgen. Het kan ook traumatisch zijn voor de machinist. Hij of zij moet natuurlijk toe zijn als hij met 130 of 140 kilometer per uur aankomt rijden over dat baanvak, dat er mensen op het spoor lopen. Nou, als je zo hard rijdt, dan heb je een remweg van 700 meter. Dus je kan eigenlijk niet veel meer doen. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook dat het vertraging oplevert voor de reizigers. Op het moment dat zo'n trein natuurlijk daar rijdt, die moet langzamer gaan rijden. De trein die erachterop komt, moet ook langzamer gaan rijden. Dus het is ook nog eens een keer voor de reizigers ingrijpend. Hoewel het de vraag is of waarschuwingen helpen, toch nog maar een keer dan. Alsjeblieft, doe het niet. Ga lekker met z'n allen naar het zwembad of ga naar het strand. Maar spring niet van bruggen af, hoe hoog, hoe laag ze ook zijn, want het is gewoon ontzettend gevaarlijk. ProRail heeft inmiddels extra teams ingezet om bij spoorbruggen te controleren en bekeuringen uit te delen aan springers.